is het een historisch moment. U weet, die wet constitutioneel hof is hier aangenomen en het is ingevuld. We hebben volgens de grondwet nu een formeel een constitutioneel hof en dat is binnen die democratische beleving een opleving, vooral om te komen tot het rechtsstatelijk denken. Ja, en historisch dat nadat het hof geïnstalleerd is, is er een verzoek conform de wet door een aantal leden van, 7 leden van de NDP-fractie. En er is een traject vooraf en vandaag is in een openbare setting uitspraak gedaan door het constitutioneel hof onder leiding van de voorzitter. We krijgen zoals die wet voorschrijft een afschrift. En we zullen inhoudelijk de zaak bekijken en onze bevindingen delen met leden van de Nationale Assemblée. Gezien de presentatie denk ik dat we kunnen vaststellen dat er een heel goede onderbouwing is geweest. Er is verwezen naar internationale uitspraken en zo voorbeelden om te komen tot een uitspraak. U ziet het, we hebben bijna anderhalf uur een 25 pagina tellende uitspraak gehad. Met goede onderbouwing naar mijn mening, maar inhoudelijk, ik vraag u mij daarvan te excuseren. Voorzitter, waar de spreek van de Nationale Assemblée, kunnen we steeds meer zien dat de rechtsstaat begint te groeien en daadwerkelijk een democratische rechtsstaat wordt? Het is nu al een democratische rechtsstaat, maar er is altijd ruimte om te groeien. We zijn een jonge democratie, republiek. En we gaan proberen om alle instituten te krijgen waar we willen. We dromen van volwaardigheid, volwassenheid en dat neemt tijd in beslag. En voor u als DNA, is er nog eigenlijk een traject af te leggen hoe er nu een uitspraak is? Kijk, ik heb aan het begin van mijn eerste speech aangegeven dat met het instellen van het constitutioneel hof het een plicht is van de Nationale Assemblée om te kijken naar de kwaliteit die ze aan wetten maken. Want de wet zegt het, als mensen niet eens zijn, kunnen ze een verzoek indienen bij het constitutioneel hof om wetten die hier worden gemaakt getoetst te worden. En u begrijpt, onder mijn leiding zou ik graag willen dat alle wetten die onder mijn leiding worden gemaakt, de toets kan doorstaan. Ja? En daarom is het heel belangrijk voor ons als land om een constitutioneel hof te hebben. Waardoor wanneer er twijfels bestaat over de kwaliteit en de werking van wetten, dat ze getoetst kunnen worden. Laatste vraag. Had u in 2012 ook gestemd? Nee, ik had niet gestemd. Waarom